Feyenoord neemt het tegen de Graafschap op in de volgende opstelling. En daar zien we vandaag Manu Berger op doel staan. En we zien natuurlijk ook in de spits Nesto Groen. Die scoorde laatst nog die belangrijke goal in de dying seconds in de Youth League. Hopelijk laat hij vandaag ook wat moois zien. En links buiten, vandaag jarig, Leo Sauer is vandaag meerderjarig geworden. 18 jaar, het talent uit Slowakije dat zich heeft laten zien dit seizoen, ook in het eerste. Groen. Die bal is net iets te hard voor Givai Zegiel, maar nog altijd veel mogelijkheden hier voor Feyenoord. Mike Klein er ook overheen. Hier is die, Klein. Klein met een schot. Bal is getoucheerd. Givai Zegiel. Slory. Slory met de actie buitenom. Met dan een schot. Die zwabbert af. Wel een goede actie van de rechtsbuiten van Feyenoord. Zegiel. Doet dit sterk. Blijft lang aan de bal. Schudt iedereen van zich af. Dan hier het schot van Nesto Groen. Slory. Ontwijkt daar de nodige benen. Sauer. Sauer, klein de 16 in. Gezien door Sauer. En dan Klein rakelings voorlangs. Terwijl die bal op de juiste snelheid meegegeven door Leo Sauer. Hassan, over de muur en daar is nog altijd Manu Berger. Milambo ziet daar Slory gaan, goede bal van Milambo. Slory ontwijkt daar een tackle op weg naar het doel en dan gaat er een kaart komen. De kleur is zelfs rood. Op slag van rust gaat Lars de Blok aanleggen. Als Ties Wiegers de muur heeft neergezet. En daar waar Slory, Zegiel en Milambo de muur enigszins verlengen. Zicht belemmeren is hier Lars de Blok met deze bal en een goede redding daar van Ties Wiegers. Wie vindt er ruimte voor het schot? Klein. Milambo! Milambo! Wat een goal van Anthony Milambo! Er werd gezocht naar de ruimte voor het schot. En die werd dan gevonden door Milambo. Wat een knal en 1-0 voor Feyenoord. Hier dan Bisseling met heel veel ruimte om aan te leggen voor het schot. En recht op Manu Berger af. Zegiel. Goede bal hier op Nesto Groen met links dan. En daar wordt even nog een beetje gegrabbeld door Ties Wiegers. Veel pijn daar als het schot wordt geblokt. Hier is dan het schot van Van der Sluis. Milambo. Milambo van afstand. En zo, de knetters. Die bal zit erin. Milambo met een miraculeus doelpunt. Ongekend. Aan de manier waarop de keeper reageerde dacht ik die bal gaat naast. Maar ik word verrast door de klasse van Anthony Milambo. Wat een goal. En 2-0 voor Feyenoord. Hier weer Milambo. Milambo voor zijn hattrick. Milambo. Maar daar is Ties Wiegers. Goede bal zeg van Van der Sluis op Rijs. Vindt hier Van der Heijden. Delano Van der Heijden. En dan krijgt Rijs daar een optater. Maar geen strafschop voor Feyenoord. En dan zit het erop. Wint Feyenoord dankzij twee spectaculaire doelpunten van Milambo. Met 2-0 van de Graafschap. Ja, we beginnen er maar meteen over. Een bizar doelpunt van jou. Ja, ik kreeg de bal en ik dacht van, laat me maar schieten. Ik keek, als de bal uitging, keek ik wel af en toe naar de keeper. En kijk of hij ver voor zijn goal stond. Ja, nu is het gelukt. Op zich, qua kwaliteit is het geen verrassing, want jouw eerste goal mocht er ook wezen. Ja, klopt. Dankjewel. Eerste goal was ook heel mooi.
Nou is het heel vaak zo, hè, dat bij Feyenoord komt er een doelpunt van de maand. Dan mogen mensen stemmen. Wat kunnen we nou aan doen zodat ze nu wel op jou gaan stemmen? Ja, ik hoop dat ze nu wel op mij gaan stemmen. En dat iemand van de jeugd kan winnen. Of tenminste ik.